Ik ben Daan, jeugdburgemeester van Etten-Leur. Toen ik jeugdburgemeester werd, wilde ik heel graag dat het milieu een beetje schoner werd. Daarom ben ik dit vandaag gaan doen, het afvalprikken dus. Ik hoop dat andere mensen dit ook gaan doen. Dus daarom stuur ik dit naar jullie school, zodat jullie dit ook kunnen doen. Hey Thijs, wist je dat er per jaar 2 miljard blikjes worden verkocht en de meeste belanden nog in de natuur? En zo'n blikje blijft al 50 jaar liggen in de natuur. 50 jaar? Wist je dat er een verschil is tussen fruit verteren? Een klokhuis is weg in een week en een banaanschil in een half jaar. Wist je dat? En sinds juli 2021 statiegeld zit op plastic flesjes en eind volgend jaar ook op blikjes. Sigaretten blijven 50 jaar liggen en kauwgom 20 jaar. Wisten jullie dat al? Nee. Wisten jullie dat als elke Nederlander per dag 1 afvalstuk zou opruimen, dat Nederland wel schoon zou zijn? Nee. Tip 1. Elk jaar is er een landelijke opschoondag. Als je ook afval wil prikken, dan kan je gewoon meedoen. Tip 2. Wil je zwerfafval prikken leuk maken? Dan kun je een zwerfafval bingo doen of er zelfs een kunstwerk van maken. Voor inspiratie, kijk hier. Tip 3. Als je een klein zakje in je jaszak stopt, kun je daar je afval in doen. Dan kun je het makkelijk thuis of in de prullenbak weggooien. Ik vond het vandaag heel leuk om met mijn klas meer te leren over zwerfafval. Samen houden we Etten-Leur schoon. Doen jullie mee?